Nee, wat is dit? Nee, 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 nee. Oh, ik heb een kip. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Planetary Confinement. Ik geloof niet dat ik de vorige aflevering genoeg die naam had gezegd. Maar dit is Planetary Confinement. En dit is aflevering 2. En het begint nacht te worden. Oh jee. <laughs> um, ik zou liever overdag opnemen. Of in ieder geval de over, op, overdag de aflevering beginnen. Maar um, het probleem met deze. Of ja, het probleem. Waarom ik dat niet doe, is omdat. Um, ja, het is allemaal nogal. Hoe um, noem je dat? We moeten echt dingen nu afkrijgen. Oh, weet je wat ik ga doen? Oh, ik weet niet of dat lukt. Laten we, laten we wat quest gaan doen. Want ik heb ondertussen 9 saplings. En wat ik eigenlijk zou willen doen is nog die aardappelplanten die we vorige aflevering hebben gekregen. Maar dan moeten we eigenlijk dit eerst voor doen. En dit is een quest, geloof ik. Oh, we moeten een bucket met water krijgen. Dus dit moet in de. Oké, okay, we hebben mesh saplings. Dit moet dan hierin. in. Punk. Oké. Okay. Emmer. Nice. Gefixt. Oké, okay, laten we het spullen wegleggen. Dit weet ik nu even niet wat we hiermee moeten. En die mopbloed geldt hetzelfde voor. En dan nou hoop ik dat ik nog eventjes een ho kan maken. Oh, ik weet niet hoe die moet uit mijn hoofd. Is het gewoon hetzelfde? Ja, oké, okay, dat kan ik. Stokje stokje. die. Al die. was het? Ja, oh, daar is die al. Oké, okay, nice. Um, we kunnen alleen geen. Hebben we twee aardappels? Ja, oké. Okay. We kunnen alleen geen water in de grond stoppen. Weet je wat? Laten we proberen om een spin te gaan doodmaken. Ik wil wel een spin eigenlijk dat hij naar mij toe komt lopen. Want als, als die zover van mij weg is, dan is dat eigenlijk niet echt handig. Hij moet wel boos op mij zijn en dan naar mij toe komen, want anders dan moet ik helemaal daar naartoe lopen. Daar zit wel echt vet veel spinnen, zeg jeetje. Weet je wat? Laten we hopen dat die Kelly ons iets goeds geeft. Ah, oog of niet? Ah, hij loopt wel. Dat betekent dat. Oh, daar is een creeper. Oh, nee. Ja, explodeer hem. Oh, ik draai me om en er zijn vet veel mops. Ja. Um, laten we lekker Link gaan doen. <laughs> Volgens mij moeten we wel. Oké, okay, ik probeer de aandacht van een spin te krijgen. Heeft die skelly ons gezien? Nee. Oh, dit is gevaarlijk. Als ik daar naartoe loop, dan komen er waarschijnlijk mobs op mijn basis. Nee, dat moet ik niet doen, man. Oh, dit is Link. Dit is Link. Laten... Wow, kijk naar nou, drie witches. Oh my god, dat is echt verschrikkelijk. Uh, ja, en je ziet, ik heb, kijk, ik heb twee saplings overgehouden naar net. Dus die heb ik uh, maar geplant. Zit hier alsjeblieft een spin dicht bij mij, die ik naar mij toe kan lokken. We moeten het wel proberen. Dat zou echt zoveel schelen. Oké. Okay. Nee, waarom mis ik? Niet nu. Ha, kom op. Oké. Okay. Dat is. Oh, hij heeft een spin laten vallen. Komt hij naar me toe? Oké, okay, die zombie komt naar me toe. Twee zombies komen naar me toe. Kan ik dat handelen? Ik denk het wel. En dan moeten we maar het eten opofferen. Oh, wacht. Volgens mij krijgen we van zombies... Ja, we krijgen van zombies zombie vlees. En dat is eigenlijk wel iets heel goeds. Oké. Okay. De spin killen. Yes. Pak het string. Hebben we genoeg? Ja, oké. Okay. Ik ga het niet... Nou, trouwens. Ik ga het wel wagen. <laughs> Ho. Ik dol iedereen. Lololololol. Is die spin sneller? Oh, dat zou nice zijn. Snel naar binnen. Oh, die witch heeft... Lijkt gewoon een villager, omdat hij geen hoed heeft. Oh, daar is die spin. Oké, okay, nice. Kom maar kom hier, spin. Ja. Nee, wat is dit? Nee, 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 nee. Oh, ik heb een kip. Awesome. Dit is awesome. Oké, okay, die andere zombies komen er waarschijnlijk... Oh, die komen nu erin. Nee. Nee, 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 nee. Dit gaat me echt heel veel honger kosten. Oké, okay, ik kan niet de boog helemaal aanspannen. Oh ja. Oh ja, als awesome een baas. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, snel dit dicht. Ja. Oeh, Sandstorm is brewing. We zijn net op tijd naar binnen. Oh man, dat was echt veel spannend. We hebben een kip. Hoe awesome is dat? Oké, okay, ook al zijn we binnen in ons schip, we hebben nog steeds last van die zandstorm. Maar dit is awesome. Dit is awesome, dit is awesome. Oké, okay, wat moeten we doen als. Wow, krijg ik... Oh, het scherm pauzeert kennelijk. Dat wist ik niet. Barrels. Maak een barrel. Dat kan ik. Uh, denk ik wel. Ik moet het alleen even opzoeken. Crafting guide. En dan um, is het waarschijnlijk een... Hier? Oké. Okay. Van planken. Uh, hier zo. Ja. Yeah. Prima. En dan um, zo. Barrel. Oké. Okay. En volgens mij kunnen we dan... Die barrel hier neerzetten. En dan um, met een... Bucket op klikken. Oh, ik krijg allemaal spullen. Nice. En dan kunnen we dat. Natuurlijk, dat hebben we vorige aflevering gedaan. Uh, kunnen we het vullen? Oké, okay, en laten we even goed wat drinken. Want we zitten op Hydration 60. Dat is verschrikkelijk. Oh, ik hoop dat we eieren krijgen. Ja we moeten eigenlijk alles water wel opdrinken. Oké, okay, en dan hoop ik dat we ook een beetje afkoelen, want onze temperatuur is echt al vet hoog. Volgens mij is 0 een goede temperatuur. En een appeltje erbij. Een appeltje voor de dorst. Oh daar, we ook, oh, daar krijgen we ook hydration van. Dat is eigenlijk best wel logisch. Stom. En droogt dit ons dan uit? Nee, oké, okay, prima. Um, ja, laten we... Sifting through sand. Oh, dat is precies wat ik wil gaan doen. Rewards 2 steentjes. Uh, maak een oxief. sieve. Oké, okay, een oak sieve maak je als volgt... Set string. Maak daar een blok van. En dan dit. En waarschijnlijk. Oh, ik moet het, ik moet het toch nog even opzoeken. Tik, tik, tik. Uh, sieve, sieve, ook sieve. Ik zag hem staan hier. Oké, okay, dus zes ook planks. Dit zou genoeg moeten zijn. Zo, zo. En dan deze hier. Deployable, ook sieve. Kan niet opgepakt worden of verplaatst. Zet er dustbloks bovenop. Oké, okay, en nou heb ik al. Hoe zou ik het neerzetten? Weet je, ik zet het gewoon hier neer. Top. Uh, ik heb al wat dust zitten halen. Ik heb het ruimteschip uitgegraven. Wauw. Kijk nou hoe vet. Gewoon in vanilla. Dat is toch. Dit is toch bazend. Kun je ook dit doen? Ja. Maar. Oh. Je moet wel het afwachten. Kijk, als je zo doet, dan krijg je maar van één. Ah. Maar kun je dit ingelukt houden? Ja, dat kun je wel ingelukt houden. Oh, dit is perfect, man. Dit is nice. En dan hoop ik dat morgen die bomen gegroeid zijn. Oh man, we hebben, volgens mij hebben we de eerste fase overleefd van deze map. En volgens mij hebben we nu ook onze voedselsituatie een beetje gepatcht. Kijk, ik heb twee zout en een zombieflex gemaakt en... Seasoned flash. En seasoned betekent eigenlijk uh, gewoon gezout. Of ja, seasoning is eigenlijk zout en peper... als je het letterlijk vertaalt. En we krijgen wat krijgen we meer? Zinkdust. goldtust, dust Dit oh, is awesome. Dit is awesome. Krijgen we ook gunpowder hiervan? Ik heb niet zoveel creepers gekild, toch? Um, volgens mij. Kijk, we krijgen ook steentjes. En als ik even mijn grass landing. Ja, 24 steentjes. Dit is cool. Kan ik ook? Nee. Oh, waarschijnlijk moet ik dit... Kan ik het ook zo doen? Nee, dat kan niet. Oh, we hebben veel meer dan 24 nodig. Ja, want dat is... We moeten 8 keer 4, dus 32 steentjes hebben we nodig. Maar dat gaat best wel hard. Nice. Ik ben echt... Ik zit echt helemaal in mijn element. Ik ben nog helemaal... Weer terug in die Crash, crash Landing Map. Oké, okay, dit is genoeg. Um, zou dit wel zo kunnen moet het zo nee toch jawel oh. oh dan moeten we echt veel meer steentjes hebben maar kan ik dan ook oh dat kun je ook shift de uit shift klikken dat is prima we hebben echt veel meer nodig oké okay, hebben nog zes oh nee we hebben acht blokken nodig en we moeten er dus nog vijf vijf keer acht is veertig oh dat moeten we goed wat zeven en we krijgen ook oh dat krijgen we ook allemaal redstone uit en dat is nice want uit redstone kunnen wij uh, waar staat het? Redstone Shards maken. Redstone Shards met gunpowder. Um, en dan krijgen we voor elke zes krijgen we vier bolts. Weet je wat? Ik ga even dit uh, uitzeven. En als dan de nacht voorbij is, ik hoop dat ik alle dus er doorheen krijg in de nacht. Maar als de nacht voorbij is, dan kom ik weer bij jullie terug. Oké, okay, de nacht is voorbij. Het duurt niet eens zo heel lang, maar um, ik ben bijna aan mijn veertig steentjes. Uh, dit zou het wel moeten doen. Ja, oké. Okay, laten we snel naar buiten gaan en kijken of we nog een. Daar is een Skelly. Oké, okay, jou wil ik dood hebben. Want nu we redstone shards kunnen maken, kan ik ze eigenlijk best wel goed doodmaken. Ja, spin. Dat is wat ik zocht. Ah, perfect. Yes, want ik wil eigenlijk twee, twee zeven maken. Uh, dat zou nice zijn. Hebben we nog een spin hier? Nee, wel een Creeper. Botten. Botten zijn goed. Die moet ik ook op pakken, want we hebben binnenkort wel een nieuwe crook nodig. Want we hebben geen andere wapens. Oh, en daar is een skelly. Ja, die kan ik waarschijnlijk niet snipen vanaf hier. Dat is wel jammer. Gaat hij nu die Oké, okay, laten we het proberen. Ah, kom op. Kom op. Ja. Yes. Oké, okay, kijken wat we krijgen. Zie ik nog spinnen? Nee, oké. Okay. Oh man, ik hoop dat we geen zandstorm krijgen, want dan zijn we echt de schaak, joh. En laten we gelijk hier kijken. Oh, dit is vet. Oké, okay, wat hebben we gekregen? Een stuk kool. Dat is wel heel nice. Laat ik quicksand weggooien. Niet sprinten. Ach, reflex. Oké, okay, wat hebben we hier? Wat hebben we hier? Vlammen. Is dat een netherrack of zo? Oh, hier ligt allemaal. Oh, dit kan ik niet oppakken. Dit kan ik ook niet oppakken. Dit lijkt wel oars. Cool. Maar we ja, hebben we waarschijnlijk een pickaxe voor nodig. Dus daar moet ik even met rust laten. Hmm, jammer. Jammer, 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 jammer. Um, volgens mij is limoengas best wel chill om te hebben. Dus laat ik dit limoengas ook oppakken. En aangezien we eten kunnen hebben, laat ik ook maar gaan sprinten. Jawel. Ik denk dat het niet super veel kwaad kan. Laat ik het zo zeggen. Um, volgens mij kun je Series dit uh, drijfstand sneller. Het is hol. Dat is gaar. Er zit gewoon niks onder. Oké, okay, dit drijfstand kun je volgens mij sneller oppakken dan dat je er overheen kan lopen. Uh, is er nog meer? Oh ja, daar. Dus dat is dan wat ik doe. Kan ik, pak ik het drijfstand überhaupt op? Oh, nu wel. Oké. Okay. Cool. Beetje extra dust. Kan geen kwaad. Nice. Oké. Okay, laten we weer naar huis gaan. Pak al dit quicksand. En dan gaan we een farmpje daarvoor maken. Zie ik nog iets anders dat ik wil hebben? Kijk, dat zijn cactussen. Dat hoef ik niet. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Lekker door de woestijn wandelen. Super chill. Super, super chill. Super hot. So hot. <laughs> maar we overleven het wel. Kijk, hier is de gat in de grond. Prima, prima, prima. Zouden we iets met cactussen kunnen? Ik heb het niet in de Crafting Guide. Heb ik geen cactussen gezien. Dus. Wat dat betreft laat ik ze maar even met rust. Hé, hey, die boom willen ook niet groeien. Weet je wat wel echt vet goed nieuws is? We hebben allemaal um, boonmeel gekregen van het zeven. Dus um, ik zal zo meteen even alle spullen die we van het zeven hebben gekregen aan de kant leggen. Ik snap trouwens niet. Ik zei dat we 40 nodig hebben. Maar dat klopt helemaal niet. Want. We hebben 9 nodig. Dus we hebben 45 nodig. Oh, dat kunnen we wel fixen. Maar we hebben bonemeel, dus dat is nice. En ik denk dat hieronder wel een goede. Hmm, dan krijg je misschien niet genoeg licht. Ik wil een plek eigenlijk waar zombie's er niet zo snel overheen lopen. Ik denk dat hier wel een goede plek is. Hoeveel 24 wow? Dat is best wel veel. Weet je, we hoeven het ook niet uit te graven. We kunnen natuurlijk gewoon. Na, 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 na. We hebben niet eens 24 quicksand. Ik dacht ik heb superveel quicksand. Dit komt helemaal goed. Oké, okay, laten we hier het allemaal planten en houden we een beetje over. Nou ja, dat is niet super erg. Hé, hey, weet je wat ik me. Wat we even moeten testen is: kun je dit boommielen? Nee. Je kan het niet boommielen. Kun je dit boommielen? Ja. Oh man. Oh, dit is voedsel voor dagen, man. Dit is super chill. Dit Ben ik echt heel blij mee. En volgens mij is dit een vergissing. <laughs> volgens mij hoort dit niet te kunnen, maar. Of niet te kunnen. Nu is het wel makkelijk qua eten, toch? Dit is. Goh, prima. Oh, je moet shift klikken, mooi toe. Hallo. Ja, dank je. Zo. So, ik heb ook meer dirt. Zo, so, nou, dit is in ieder geval genoeg aardappels voor nu. Laten we een beetje boomwil nu houden. Je weet niet waarvoor je het allemaal nodig gaat hebben. Laten we nog een beetje zeven... En even kijken. Deze kan in de cockpit liggen. <laughs> ah, is misschien wel een beetje creepy. <laughs> nou, laten laten maar. Dat is wel goed. Dat is wel goed. En um, hier is onze moploed. Oh, we hebben hier nog steentjes. Dat is nice. Even kijken. Dit kan ik wel wegleggen. Ik wou dat ik mijn items sorteren, Net als in. Uh, automatisch consorteren. Net als in. In Skyrim, hoor mij nou. In Crash Landing bedoel ik natuurlijk. Oké, okay, we hebben genoeg steentjes. Chill. Pak dit. Uh -huh. Laten we een oven bouwen. Uit keiensteen. Bank. En oven. Oh, yes. Playing with fire. Oven neerzetten. Chill. En laten we gelijk beginnen met het maken van wat. Is dit gewoon vanille oven? Ja. Met wat uh, charcoal. En ik wil hier eigenlijk wat torches van maken. Oh, man. Men. We zijn echt zo goed bezig. Oh, we hebben ijzer gekregen. Dat is nice. Laat ik, ik wat um, etenfonds maken. Nou, eigenlijk is het ook niet zo heel erg hard nodig, maar het is wel prima om te hebben. Zo. 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 Um, ja, dat is wel genoeg voor nu. Want we kunnen hier ook aardappels in gaan bakken. Dus dat is ook wel prima. Uh, we hebben alleen wat water nodig, zometeen denk ik. Ja, dat is eigenlijk wel zeker dat we dat nodig gaan hebben. Hoe gaat het met onze saplings? En hoeveel dag hebben we nog? We hebben nog best wel wat dag. Ja, best wel wat dag. Um, weet je wat we moeten doen? Ik heb wel een idee. Even kijken. Ik heb namelijk vernomen. Even Als we hier naar beneden gaan, dan hoop ik dat dit werkt. Want als dit gewoon zand is... Oh, hier is sandstone. Of sandstone, hoor mij nou. Ja, dit werkt awesome. Oh, yes. Ik dacht dat dit echt heel moeilijk zou zijn, maar dit valt echt reuze mee. En op deze manier kunnen we heel snel een... Hey, een gracht uh, uitgraven. Ja. En vet veel dust halen. Dus dit is ook waarom ik eigenlijk een zeven, nog een 7 wil. Want als we twee 7 hebben, dan kunnen we sneller... Sneller 7. Hé, oké. Dan breekt die toch gewoon. Nice, dit is echt chill. Ik ben alleen bang dat we... Wel echt een beetje te lang bezig gaan zijn met het maken van een hele... Uh, omheining. Kom op. Chill... Dit is awesome. Nice, 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 nice. Oké, okay. je snapt het idee. Uh, laten we hier niet te veel tijd aan gaan besteden. En ik heb ook gekeken. We kunnen geen ladders bouwen. Dus ik wilde eigenlijk een mopvorm gaan bouwen, maar dat kan niet. Um, want, um, nou ja, ja, we kunnen geen mopvorm, <laughs> bouwen. Uh, want ja, daar hebben we ladders nodig of trapdoors of, of signs. En al die dingen kunnen we niet bouwen omdat um, Waarom kan het ook weer niet? Oh ja, we hebben iets nodig waardoor de mobs denk, denken van, oh, ik kan hier aflopen. En uh, daarvoor heb je dus eigenlijk signs nodig of trapdoors. En die kunnen we niet maken. Dus dat is echt wel een beetje, ja, een beetje balen. Maar dat maakt het ook wel een uitdaging. Dus we moeten een beetje opletten met onze mob Maar dat is, ja, maakt het ook wel leuk, toch? Anders dan is het altijd maar gewoon, oh, mob en oneindig bones. Dus ik denk dat dit wel iets goeds is. Ehm. Um, en ja, classic Crash Landing. Maar we moeten echt dit doen. We moeten echt meer, um, meer saplings fixen. We hebben ook echt veel saplings nodig, gewoon eigenlijk. Want we hebben water nodig. En we hebben geen water. En het alternatief daarvoor is misschien om een schaar te maken. Dat zou beter werken. Maar we hebben nog niet genoeg. We hebben wel één iron ingot. Wat is de quest eigenlijk die we moeten doen? Forging steel. Oké, okay, en wat moeten we daarvoor maken? Weet je wat, misschien kunnen we dat doen terwijl deze bomen aan het tikken zijn. Dat is eigenlijk gewoon een goed plan. Forging steel, maak galvaniseerde steel. Oké, okay. om gegalvaniseerd staal te maken heb je drie aardingets nodig. Drie zinkingets en drie coal of charcoal. Um, nou, we zijn al charcoal aan het bouwen, dus dat komt goed uit. En waarschijnlijk kan ik wel uh, zinkdust en... A space wrist. Oh nee. Snel, doe de deur dicht. Oh man. Ik heb dit één keer eerder gehad toen ik dit aan het testen was. Of ik dit wilde gaan spelen. En uh, space rush betekent eigenlijk dat er vet veel endermites komen. Oh, doe ik het nou helemaal verkeerd? Ja. Dit. Can be het. Oh, Oké. Okay. Dus we moeten er... Hier hebben we een paar van nodig. Uh, drie. Oh, we hebben eigenlijk helemaal niet genoeg zink, of wel? Ja, we hebben nog veel meer. We hebben drie... Oh, dit is gold. Zink hebben we wel genoeg of niet? Nee, we hebben nog een beetje meer nodig. Nog één meer. Dat is balen, zeg. Laten we wat um, stokjes maken als brandstof, omdat ik niet een heel charcoal kan melten. Um, ja, ik denk dat ik. O, kijk, is het al nacht? Ja, het is al nacht. Oh, daar zitten die NMIT, Zie hier. Rotbeesten. <laughs> Ik hoop dat ze niet spannen. Anyway, ik, dit, gaat het, dit gaat het worden voor deze aflevering. Want ik moet zoveel nu doen dat ik er eventjes um, ja, even maar moet werken. Ik moet weer een nachtje zeven, dus is niet super boeiend. Dat ga ik even doen. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Als je nou een leuke aflevering vond, laat dan alsjeblieft je steun aan mij blijken. Ik, uh, ik stel het zeer op prijs als jullie comments achterlaten en uh, likes of, uh, of vertel het aan je vrienden. En als je nog niet gescript bent, zorg dan dat je gescript bent. Elke dag weer nieuwe filmpjes. En uh, ja, help deze Help deze astronaut. Ik ben helemaal een sloomhoog. Help deze astronaut en hoop je allemaal gewoon te zien in de volgende aflevering. Tot ziens.